Ik denk dat in de meeste mensen, enfin, om die te zeggen, alle mensen die dat echt willen, dat er veel meer potentieel in zit dan de mensen er zelf uithalen. En hoe kan dat eruit komen, dat potentieel? Dat kan door hun eigen, dat is door over zichzelf na te denken. Wat wil ik nu? Wat is nu mijn doel in het leven, op professioneel gebied of op familiaal gebied? Maar dat doel, dat is zeer belangrijk. Ik zie heel veel mensen leven en ze weten niet wat een doel ze hebben. Hoe kan er een potentieel in iemand zitten? Of hoe kun je het potentieel er dan nog uithalen? Want je weet niet welk potentieel je er moet uithalen, want je hebt geen doel. Op het moment dat ik stopte met mijn studeerfeit, dat ik mijn diploma had, was het alleen judo. En om heel eerlijk te zijn, mijn judo was veel beter op het moment dat ik studeerde, dan dat ik alleen judo deed. En ik denk dat je dat een beetje met de business kunt vergelijken. Op het moment dat je een gezin hebt of je hebt een hobby, dan gaat je veel beter kunnen presteren in dat bedrijfsleven dan dat je alleen maar gefocust bent op het bedrijfsleven. Wat niet wil zeggen dat je 27 hobby's moet hebben, maar er moet nog een leven naast je bedrijf of naast je job zijn. Olympisch spelen is eigenlijk een loterij, want je weet niet tegen wie je uitkomt. Maar hoe meer ticketjes of meer lotjes je koopt op die loterij, hoe meer kans je hebt om te winnen. En hoe doe je dat? Die lotjes kopen, dat is training. En hoe meer je getraind hebt, hoe meer lotjes je verzamelt. Als ik zeg dat het oefenen van één worp 10.000 uren kost, is 10.000 uren ongeveer evenredig met één lotje. En als je 10 lotjes hebt en hun tegenstander heeft maar 2 lotjes, gaat jij meer kans hebben om te winnen. Het is altijd ten koste van iets. Als je aan de top ergens wilt geraken, dan moet je er zijn. En ook moet je rekening mee houden dat er sowieso ontgoochelingen zijn. Er gaan tegenslagen zijn. Zelf ben ik heel dikwijls gekwetst geweest. Ik heb anorexia gehad. Dus dat waren tegenslagen waar ik mee om moest gaan, waar mijn omgeving mee om moest gaan. En die zullen er zijn. Als je op dat moment opgeeft, ja, dan gaat je geen winnaar worden. Dan gaat je geen leider worden. Ging ik graag elke dag 's avonds trainen? Nee, ik wou ook liever bij mijn vriend zijn. Maar dat ging nu niet. Het was mijn job. En ik wou er alles voor geven, want ik had dat doel. Ik wou naar die Olympische Spelen. En dat is wel belangrijk. Dus belangrijk is een doel hebben, heel veel investeren en kunnen omgaan met tegenslagen. Dat zijn eigenlijk de drie, in mijn ogen, de drie key elementen om tot een geslaagde carrière te komen. Een vierde, zeker heel belangrijk element, maar is het genieten. Je moet ook leren genieten van je job. Je moet eigenlijk leren genieten van de weg ernaartoe. Want als je alleen maar in je hoofd hebt, ik wil partner worden of ik wil Olympisch kampioen worden, dan gaat je veel minder goed kunnen omgaan met die tegenslagen, want dan ziet je die dromen één keer in duigen gaan. Het geheim is heel hard werken, heel gefocust werken, ook in de bedrijfswereld, ook in de academische wereld, ook in de kunstwereld. Het is overal hetzelfde. Het is trainen, 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 je verzorgen, altijd bezig zijn met die sport. En op een bepaald moment zeg je van, ik sta er, ik ben er, want het zal toch nooit goed genoeg zijn. Je moet eigenlijk tevreden zijn met voor jezelf voor 98%, want 100% zal het nooit worden. En de weg er naartoe, naar dat moment, dat uiteindelijk die taart, want Olympische Spelen is een taart, maar op het moment, die weg naar die Olympische Spelen moet even mooi zijn als die taart zelf. Dus dat bakken van die taart moet even mooi zijn als resultaat die taart zelf. Ik was niet bezig met te winnen. En volgens mij, allee, voor mij werkt dat toch zo. Op het moment dat ik bezig ben met het resultaat, dat is zo in de judo, maar dat is ook zo in mijn gezinsleven, dat is zo in mijn werkomgeving, dan begin ik te verkrampen, dan kan ik niet meer onder druk presteren, dan word ik een beetje zenuwachtig en op dat moment gaat het niet meer. Je moet eigenlijk altijd bezig zijn met het heden. Niet het verleden van, oeh, ik heb er al 10 keer van verloren, of die onderhandelaar heeft mij al 10 keer liggen gehad, het zal nu ook wel zo zijn. Nee, het verleden heeft eigenlijk alleen maar als nut om de lessen uit te trekken vooruit het heden. En wat de toekomst brengt, het resultaat, dat zien we dan wel weer. Het gaat over een zo goed mogelijke weg afleggen naar dat resultaat. En dat resultaat, dat is winnen. Een topsport is dat winnen of verliezen. Maar in de fond maakt dat niks uit. Tuurlijk maakt dat uit voor de buitenwereld en voor jezelf ook. Maar het gaat eigenlijk over dat genieten van dat moment, dat genieten van bezig te zijn met waar je graag mee bezig bent.